Welkom terug bij de channel van de Windsurf Coach. Dit keer neem ik jullie mee gewoon het water op met een flinke wind. Want Storm Dudley heeft vannacht over het land geraasd. Op dit moment staat er nog een goede 40 knopen op mijn homespot. Dus dat wordt 4-0 optuigen en genieten maar. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie het water op kunnen. Er komen nog veel meer stormen aan. Als het niet zo is, dan laat ik jullie een klein beetje meegenieten toch nog van die storm door dit videootje. Thank you.
Het was echt te gek om in Dudley te mogen surfen. Ik had het een beetje onderschat met mijn 4.0. Ik had beter de 3.3 op kunnen zetten. Maar goed, ik ben lekker het water op geweest. Ik heb lekker een uurtje kunnen stoeien met de elementen. Want dat is toch de basis van het windsurfen. Ik had een tijdje niet meer met veel wind gevaren. En dan maakt dat toch altijd weer eventjes net wat anders. Je merkte ook duidelijk de trim van het zeil, ook al was dit een weefzeil. Ik begon met een setting voor wat minder wind en dat maakte het zwaar lastig om te varen. Op een gegeven moment ben ik overgegaan naar iets meer loose leech, zelfs met die Gastra IQ. Dat gaf een veel beter vaargevoel, het maakt het veel makkelijker om door die vlagen heen te komen. Zo zie je maar hoe ontzettend belangrijk het is en wat je kan doen om ook je range te vergroten. Ik vind het helemaal te gek dat jullie ook mee zijn gegaan in mijn Storm Chase. Omdat je misschien zelf niet op het water hebt kunnen staan, heb je toch een klein beetje mogen proeven aan Dudley. Ik hoop jullie snel op het water te zien. Misschien nog bij een storm of gewoon lekker op het water met een wing of een windfoil of een windsurfplank. Het maakt niet uit, we zijn allemaal windies. En het is gewoon te gek om te doen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot ziens, tot op het water!